Wij gaan zoiets leuks doen. Leuk je kijkt. En je hebt het aan de titel ook kunnen zien. Maar wij gaan een kijkje achter de schermen nemen bij de kringloop. En ik ben natuurlijk dus met Lara. We zijn helemaal naar Twello gereden. Dat is meer dan een uur rijden. En we hadden wat file. Dus nog wat langer. Maar hier zijn we voor uitgenodigd om even een kijkje te nemen achter de schermen. En we hebben allemaal vragen net ook bedacht. Ja. We willen van alles weten. En dat gaat denk ik gewoon komen als we er zijn. Wij hopen eigenlijk een beetje dat ook echt... dingen die ingebracht zijn mogen uitzoeken. Ja, prijzen. We hopen echt van het begin tot het de eind willen we erbij experience. Zijn. Ja, 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 ja. Ja, dus ja. Dat gaan we nu doen. Het regent, dus we gaan even snel naar binnen rennen. En dan zien we jullie binnen. Nou, we zijn er! Oké, we zijn binnen. En we hebben net heel eventjes een kopje thee gedronken en heel eventjes gezeten en eventjes een beetje gekletst. En alles wat we willen, dat kan. Als in, dus we gaan echt eventjes kijken achter de schermen. We gaan echt zelf wat uitpakken, wat in terughangen in de winkel. Maar we gaan nu eerst eventjes beginnen met, want we zijn gewoon eigenlijk meteen naar die koffiecorner gelopen. We gaan nu gewoon heel eventjes kijken, wat is waar, hoe ziet de winkel hier nou uit. En daarna gaan we door naar achter. Even oriënteren. We gaan dat eerst nu even doen. Hier kom je binnen. Superleuke tegels. En dan is dit het overzicht. En we gaan eventjes kijken. We zien al dat hier zeg maar allemaal leuke... tafeltjes en tafereeltjes zijn gemaakt. En hier zie ik veel zwart, jassen. En oh, je hebt ook helemaal boven. En dan, oh kijk, alles op de trek, 1,95. Gaan we zo even kijken. Hier rechts is dus dan vintage. Laten we daar anders eventjes lopen. Dan lopen we via daar de trap weer op. En dit zijn dus dingen die ze binnenkrijgen. Oh, ik zie een heel leuk Nike jurkje. Oh, dan ga ik daar in padellen. Oh, dit zit er overheen. Huh? Hoe zit dit nou? Oh, chic. Chic de vriemel. Mm. Oh, leuk. Maar ja, hier gaan we zo... Kijk, nu ga ik al bijna willen kijken overal. Maar we gaan eerst even scannen. Maar ze hebben ons net wel verteld dat ze dus bij vintage dingen... niet alleen wat er binnenkomt, maar dat ze ook gewoon iets opkopen, zeg maar. Nou, de grote meubelen. En hier zit dus allemaal een beetje kleingoed. Hier is het lunchroompje, maar daar komen we zo meteen. Want we gaan ook lunchen hier vandaag. Kunnen we ook even testen. En dan gaan we hier nog even... Kom hier weer uit aan de andere kant van de kleding. En daar zijn we dus net naar binnen gelopen. Hier is wat kleingoed. Zie je veel leuke dingen? Ja. Ja, we gaan nog niet kijken voor onszelf eventjes. We houden ons nog in. Oh, kijk wat een leuke bank. Geweldig hebben we gestaan. Weet je bij wie nog meer? Je moeder. Ja. Ja. Nou, even kijken. Weet je wat ik leuk vind? Alle planten echt zijn. Oh, is dat? Ja, het is echt zo. Normaal zijn alle planten nep in de kringloop. Klopt, maar hier is ook goede belichting, want er is gewoon... Er zijn veel ramen aan de zijkant, maar soms is het zo'n hok, dan gaat alles dood. Even kijken. Oeh, kijk, best wel veel herenkleding ook. Ze hebben dus ook voor de jongeren hebben ze een met kleding. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Ze hadden dus net verteld dat ze dus de H&M, Zara, Bershka, dat soort zeg maar voor tussen de... Dat zal zijn 15 en 22 jaar of zo. Dat ze dat echt loshangen. Ja. Dus dat je niet tussen de geitenwolle sokken hoeft te gaan. En dat het dus wat makkelijker is. Voor de jeugd. Voor dat jeugd. Ze daardoor dus ook makkelijker dingen weer binnenkrijgen. Ja, en ook veel mensen die daar echt op afkomen. En de verkoop loopt harder ook daardoor. Ja. Dus dat is gewoon echt heel nice. Ja, en ik heb dat nog nooit eigenlijk bij een andere kringloop gezien. Nee. Dat specifiek dat soort merken apart hangen. Ik ook niet. Kijk, en hier is de herenkleding. En ik zie... leren jassen die ik niet mag bekijken van mezelf. Of trouwens, daar zijn nog wat schoenen. En er staan allemaal van die stellingen met nog kleingoed. Hier zo kinderspeel, daar toilet. En nog, ja, op deze afdeling kijk ik eigenlijk nooit. Maar ja, stekkers, wasmanden en dingen. Misschien moeten we dat alsnog vandaag eens kijken. Dit had jij vroeger in je oude huis gehad. Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Ja, wijnrek. Ja. 2,50. Ja. Ideaal. Zullen we even naar boven? Ja. En kijk, zometeen mogen wij dus gewoon legitiem hier achter doorlopen. Dat gaan we ook echt 100 keer doen, denk ik. Ja. Hallo. Oké. Maar wat voor kleding is dit dan? Sport? Nee, sport is dit, ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, Pek Zwolle? Nee, bij die Nike ding, bij de vintage misschien, ja. Oh. Oh, een leerbroekie. Een leren biker jacket. Who knows? Oh, badkleding, lingerie. Nee, hier ga ik wel zo kijken hoor. Is het een rokje? Ja! Oh, voor de padel.
Oh, dat wil ik. Heel leuk. Oh, ik wil hem nu op. Nou. Wat is het maat? Dan moet ik hem meenemen. Dan zeg ik gewoon, ja, sorry dames, ik was het toch al begonnen. L. Ja, past. Ja. Maar is hij niet heel kort? Ja, maar kijk, ik heb dus laatst zo'n soort ding ook gekocht van Adidas. Ja. Maar ik dacht niet voor sporten, maar gewoon in de zomer met een crop topje, leuk sandaaltje eronder. Maar jij zag hem eerst, wil jij hem? Oké. Nee. Ik had met een oude panel. Weet je wat trouwens zo leuk is? Dit is niet trouwens gesponsord. We zijn gewoon uitgenodigd en super, super blij, zeg maar. Het is gewoon heel leuk. Maar ik had expres niet zo heel veel gegoogeld en opgezocht eigenlijk van deze kring. Maar 14 jaar geleden is het dus opgezet door papa. En de twee dochters hebben we net mee gesproken. En die ene werkt hier dus al 14 jaar. Nee, 10 jaar. Het bestaat 14 jaar. Oh, vanaf het begin dus echt. Ja, nou, bestaat het 14 jaar? Volgens mij wel. Oké, ja. Ja, dan ik vraag het zo nog even dubbel. Die ene dus echt vanaf het begin en die ander ook al de hele tijd. Op en aan, dus zeg maar studie, ja. Werken, hier werken dus. En dan reizen, hier weer werken. Maar het is echt een familiebedrijf, want die vader heeft opgericht, die broer werkte, die moeder werkte er. En zij werken er allebei. Ja, en ze hebben dus, die moeder en die broer hebben dus een passie voor eten. Dus ja. Daar, we zagen net ook al de lunchroom wat er was en... helemaal benieuwd. We gaan zo even lunchen. Ja, het is geen simpele tosti kaas en zo. Echt wel vegan, biologisch en allemaal. En echt lekker zag het er allemaal uit. Ik heb zin in de lunch. Ja, dan gaan we nu nog heel even kijken wat hier verder is. En daarna gaan we aan het werk. Gaan we naar beneden. Ja, we vroegen dus aan die meiden van, zitten jullie kasten en huizen niet vol? Ja. En dat is wel echt zo. Oh, hier zijn boeken natuurlijk ook. Oh, een plastic. Oh, kaarsen. Hebben ze veel dingen. Heel kaarsen veel. Oh, joh. Ik vind het leuk dat ze de tafelboeken... op de tafel hebben gelegd. Ja. Ja, heel leuk. Ik heb een rood boek laatst gekocht, hè, een tafelboek. Rood? Ja. Toch wel rood? Ja. Wat leuk. En hoe staat het? Ja, ik heb hem nog niet neergelegd. Ik voel het nog niet. Maar het gaat wel komen. Oh, hier zie ik verder nog koffers en tuinspullen. Als je de boeken uitgaat... Oh, en cd's, lp's, boekjes, stoelen, riet, blik. Nou, het gaat maar door. Een overzicht nog. Ik ben ook benieuwd heel leuk. Wat de doelgroep is. Ja. Het voelt heel illegaal. Hallo. Hoi. Het voelt heel illegaal dat we hier naartoe mag lopen. Oh. En zeg maar, je krijgt zeg maar alles hier binnen en hier gaat dan de kleding heen en de rest gaat ergens anders dan om het gesorteerd te worden. Buiten. Maar ja, ik had al iets gevonden dat... Zo stom. Ja, auto's kunnen daar eigenlijk gewoon omheen rijden en dan stoppen ze daar en daar wordt alles afgegeven. Oké. Okay. En dan gaat alle kleding gaat in dit soort containers. Krat, jeetje. Dus dit moet zeg maar nog gesorteerd worden. En is dit veel of valt dit mee? Ja, dit is van gisteren. Stonden er 6,5. Dit allemaal komt op één dag binnen. Ja. Maar, wow! Ja, en dat hebben... ook? Ja, dit is ook een beetje opslag. Want hier staat opslag. Kerst. Dat doen we één keer per week of zo. Zoek dat allemaal uit. Ja. En nu allemaal in dozen naar de loods. Kan ik ze ook even laten zien. Dus in de loods zit bijvoorbeeld nu kerst, inderdaad. Kerst, maar ook alle dozen met lentekleding, nu alle winterkleding. Oh ja, je gaat ja. Dat gaan we allemaal opslaan. Ja. En dan in de zomer komt het dan weer terug. Ja. En als iets kapot binnenkomt, gaan jullie ook nog proberen te repareren? Of is dat niet wat jullie doen? Doen we niet echt. Eigenlijk. Nee, ja. Maar ze kunnen altijd wel inleveren dat we hebben containers staan die opgehaald worden. Dus veel kunnen ze alsnog kunnen de mensen kwijt. Oh ja. Dat ze maar recyclen. Ideaal. Ja. Willen jullie de loods even zien? Ja. En kapotte spullen en kleding en zo, wat doen jullie daarmee? Alle kleding die wij niet gebruiken, die gaat daar in het museum. Dat gaat allemaal naar Reshare. Oh, Reshare, ja. Die groene. Dus alles met gaten en dingen, dat gaat daarin. Ja, wat vies is. Vies. Gewoon denken. Dit verkoopt niet. Ja. Ja, dit is een beetje onzin. Oh jeetje, ik dacht net even dat dat een soort van loods was, maar dit is holy holy. Ja. Oh my god. Dus, maar zit hier, ja, hoe weet je nou nog in, wat in alles zit? Ja, we zitten erop, dus al die elletjes, dat is allemaal lente. Oh. Dus daar zijn we nu al een beetje mee begonnen om dat eruit te halen. Ja. Dus als wij zelf niet genoeg binnenkrijgen, dan halen we dozen op. Oké, okay, en dit is dan bijvoorbeeld van vorig seizoen lente? Ja, precies.
Oh. Wat in de winter is binnengekomen. Oh dat ja. Dat staan we allemaal op. Oh, dit de kerst. Oh, dat ja. is haar. Dat is mijn oh. Ja, dus, wat veel zeg. Ja, heel veel. Maar als er elke dag 6 van die ja. dingen binnenkomen en jullie hebben hier ook nog een hele opslag. Hoeveel gaat er dan wel niet uit? Heel veel. Ja. Ja, dat is echt heel veel. Wauw. Ja, vooral in het weekend, dan is het echt gewoon vanaf 10 uur gewoon helemaal vol op de parkeerplek. En dan, ja, heel vet. Ja. Echt heel vet. Ja. Op het moment dat je die 6 kratten, of karren, sorry, karren, ja. zeg maar leeg hebt gewerkt, dan ga je hier wel dozen halen, maar eigenlijk dan verder niet. Ja, het ligt een beetje aan, kijk ook wel gewoon naar het seizoen. We hebben bijvoorbeeld nu korte broeken erin gedaan, ja. omdat het ook volgende week zo mooi weer wordt. Ja. En die hadden we hier wel allemaal opgeslagen ook van het afgelopen jaar, dus dan halen we daar gewoon dozen uit. Hoe weten jullie hoe lang iets in de winkel blijft ja. hangen? Voor de kleding hebben we kaartjes. Per maand, volgens mij, of 2 maanden wisselen we de kaartjes. Dus daarin kunnen we zien of het er al lang in hangt. Ja. Ja, en wij zijn hier ook elke dag, dus na een tijdje weet je ook wel gewoon een dus beetje. Jij bent eigenlijk anders. Ja. Nou, ik ben niet elke dag, 24 dagen. Maar bijna vaak genoeg om ja. te zien wat er allemaal in gaat. Ja, herken je wel weer. Ja. En met de dingen die er al heel lang hangen, die gaan dan in de sale of zo? Ja, we hebben ook een 1,95 rek. Ja, dus die zitten we altijd aan. Inderdaad, één keer in zoveel tijd doen we gewoon rekken neer met. En als je iets niet verkoopt waar je denkt, ja, dit kan eigenlijk best wel verkopen, gaat het dan ook hierin, hè? Ja, komt in doos voor het jaar. Daar zijn ze bezig met Elektra. Oh ja. Lindy is bezig. Hallo! Speelgoed. Oh ja, klusdingetjes en zo. Ja. Maar nu ik deze zwarte kratten zie, want dat zie ik best wel vaak in de kringloop. En daar loop ik altijd snel naartoe. Want heel vaak zijn dat de nieuw binnenkratten ja. of zo. Hebben jullie dat ook? Want dat heb ik volgens mij niet gezien. Ja, we vullen gewoon van dit soort karren met spul wat de winkel in moet. En dat schuiven ja. we dan de winkel in en dan staan daar mensen die het allemaal uitpakken. Oh, ja, precies. Nee, precies. Ik had mijn statief in de auto laten liggen, want we gaan nu beginnen met uitzoeken. Kan niet wachten. Wij zijn hier gestationeerd en wij gaan nu bezig met de karren die bij de Jumbo vandaan komen. Dus in ieder geval spullen die hier gewoon bij de kringloop gebracht worden. Ze hebben spullen die gedeponeerd worden bij de Jumbo. En ze hebben nog spullen voor hem mocht een huis leeggehaald worden dat hierin komt. En we gaan nu dus met de eerste kar bezig. En hier achter mij is dus afval, want helaas zit er soms ook wat afval tussen. En we hebben 4 karren voor ons en dan gaan we het opverdelen. Dus nu gaan we uitzoeken. Mogen we dat eerst? Oké. Oh, vies met kaartjes. Ding met kaartjes? Ja. Oh nee, sorry. Oh, een geurdingetje. Zodat het lekker blijft ruiken. Nou. Nah. Ruikt naar niks alleen, maar dat maakt niet uit. Oh, we hebben heel veel textiel. Ja, dus dat moet handdoeken ding. En zo. Ja. En dit is een slaapding. Dekkertrek? Een beetje opgevouwen. Oh, oh, sorry. Zo, heel veel dingen. Oh, sport. Allemaal sportkleding. En dat kan gewoon bij kleding. Nee, even voel als er nog wel hek in zit. Oh ja. Oh ja, want soms vind ik dat zo vervelend. Dan doe je het aan en dan gaat het helemaal stuk. Maar gewoon bij kleding, hè? Hele goeie. Ja. Oh, dit is alleen maar sport, joh. Die meid is gestopt met sporten. Dat denk ik ook, ja. Die heeft haar sportcarrière opgezegd. In de wereld. Die dacht, nee. Not for me. Not for me anymore. Gymshark. Oh, ja. Nou, deze gaat ook in de jeugdhoek, hoor. Zeker. In de jeugdhoek. Lofies. Deze broek. Oh, dit kan allemaal linea recht in de. Kijk ook altijd na in de kruisen of de dunneste stof in de kruisen. Oh ja, oh, ja, dat bijna gaat scheuren. Dat zijn allemaal dingen wat je leert als je aan het sorteren. Ja, dat, daar heeft u iedere dag mee te maken natuurlijk. Ja. Oh, volgens mij is dit mannenkleding. Hier zie, is dit zweetvlekken? Nee, niet echt hè, maar kijk, zo zie je wel dus lijken. Ik gooi het maar gewoon in door, maar dan kijk je toch in. Nog een keer dubbel nagekeken hè. Ja, wij zijn dus aan het sorteren. Daarna kijkt iemand nog na en daarna komen er nog prijzen op. Ja, kijk eens. Zijn mannen. Ik ben geneigd om ze gewoon opgevouwen te laten, maar we moeten natuurlijk kijken of er een gat in zit of iets dergelijks. Nou, dat ziet er goed uit. Wel gedragen, maar goed. Hele lange meneer. Oh, even naar zijn blouse kijken. Ja. Oh, een Spencer. Dit vind ik heel leuk.
Oh, wat is er? Ja, ik zie een gele vlek in een kruis, denk ik. Eeuw! Oh! Is dat een streep? Ja, dat kom je ook tegen. Ja! Maar wat is een beetje het ergste wat u heeft binnengekregen, denk ik? Ja, wat ik zakken met huisvuil tussen. Huisvuil, ja. Dan zet je een zak open of gooi je hem op de kop op de tafel en doe hij allerlei. Oh, ja, dat is vies. Waar zit de gat in? Oh ja, weg. Die gaat weg. Hier zo'n streep. Oh, een tok. Oh, een sporten. Ja. Oh, hij heeft ook nog een hele spannende kleur. Ja. Of even een kleiner topje. Ja, de top is het harde gedeelte. Dit is voor een mini top. Ja, bijvoorbeeld. Maar het is wel XL. XL? Wow! We zijn bijna klaar met de Jumbo, maar wat staat er nou? Of wat heb ik, wat kom ik nou tegen? Sorry, ik heb heel veel stof in mijn neus zitten, denk ik. Een Versace. Het is nog een leuke blouse ook, maar het is zeer waarschijnlijk. Een AliExpress. Een Ali. Maar gaat wel in, want hij is verder erg mooi en best wel leuk. Maar ik ga zo meteen even laten zien wat we dus allemaal hebben gesorteerd ongeveer. Dit is de laatste, hè? Oeh! Zometeen gaan we hier met vieze dingen, sorry. Maakt niet uit. Zometeen gaan we een car doen van mensen die hier hun spullen hebben afgegeven. En dat is wat ze nu een beetje hebben gemerkt. Meestal wat kwalitatiever, meestal wat schoner sowieso. Want dit is natuurlijk iets wat je lekker kan dumpen bij de Jumbo. En we hebben best wel wat mooie spullen ertussen uitgegaan. Maar ook een paar dingen van mensen die denken ik ga het hier dumpen. Dus als je dat ooit doet, niet doen. Maar wij gaan zometeen dus naar een wat betere car. Dus nu eventjes deze prenatal spitten. En dan zijn we er. Woontextiel, schoenen, wat riemen, een paar tasjes en kleding. Dit hebben we uitgezocht. En dit gaat nu dus de winkel uit. Dit zijn van die dikke truien die nu naar die loods gaan waar we net waren. En dan komt er bijvoorbeeld weer een lentedoos weer terug. Als er plek is. Car 2. En dit zijn dus spullen die zijn ingebracht door mensen hier achter. Ik denk het wel, want anders gaat het eerst alles van. Ja, en we gaan hier gewoon een paar tassen van doen. Kijken wat inderdaad wat het verschil is. En of we hier hele leuke dingen tussen kunnen vinden voor in de winkel. Oh, ga je al. Wat is dat? Ja, dit is volgens mij zo'n brace. En daarna gaan we eens eventjes kijken naar prijzen en in de winkel hangen. En dan gaan we zelf even kijken in de winkel. Oké, we hebben het even taart gegeten. Want ze hebben blijkbaar taart gegeven omdat ze nieuwe bussen hadden of zo. Super chill. Maar hier, ik zat hier in mijn hand, wordt geprijsd. Dus daar gaan we eventjes kijken. Maar we hebben ook heel veel zin in de winkel om te gaan. Dus dat gaan we ook zo snel doen. En dan gaan we waarschijnlijk hele mooie dingen vinden. Schietgebedjes. Ja. Schietgebedjes. Want dit is geprijsd. Dit is al geprijsd. Ja, dit heeft wel een collega van mij geprijsd. Dus dit moet dan nog gedopt worden. Wat? Ja, alarmen eraan. Oh, alarmen. Ja, doen we aan. Ja. Heel veel gestolen helaas. Echt? Nou, ik heb dus gezien dat er bij jullie dus een handtas gestolen was. Ja, later. Zijn ze gepakt helemaal en op voor? Ja, zeker. Wat goed. Ja, wij hebben aangifte gedaan en die mensen ook. Want ze hadden ook nog wat bij ons zelf gestolen in de paas. Daar zijn we later achtergekomen. Maar en qua prijzen? Zeg maar, bepalen jullie dat per item? Ja. En is er wel een richtprijs ook? Of? Nee. Nou, niet echt. Ik prijs eigenlijk vooral aan een collega van mij. Ja. We zoeken gewoon heel veel merken op en we weten gewoon wat de nieuwprijs is. En dan hanteren we ongeveer 1/5 of 1/4 van de nieuwprijs aan. Ja. Maar het ligt er gewoon heel erg aan. De kwaliteit, de stof, de maat, de kleur. Ja, het heeft gewoon met heel veel factoren te maken, dus je kan het gewoon echt niet met elkaar vergelijken. Nee, precies, want er zijn natuurlijk al kringloopwinkels die hebben zeggen jurken zijn dit, ja, en broeken zijn dat, ja, maar dat hebben jullie niet. Nee, dat hebben wij niet, omdat we het gewoon zonde vinden van ja, hele dure items, dat is er voor te weinig verkoopt. Ja. En dus Primark jurken van 6,50 wel weer te duur. Ja. Dus eigenlijk krijg je daardoor dat je pareltjes hebt, maar ook te dure items. En wij proberen gewoon echt naar elk kledingstuk te kijken, ja, wat is het waard? En daar zit dan een prijs op. Ja, logisch ook wel. Maar ik heb dan soms wel, dan zijn twee, ja, veel werk lijkt me ook wel. Maar ik heb dus heel vaak wel eens, dan heb ik twee blouses, ik zeg maar wat. En dan is de ene na €3 en de andere is €6. En dan denk ik wel van, ja. Ja, nou, ik krijg nou best veel klanten die dan naar achter komen. Maar ja, het heeft inderdaad gewoon met de prijs, de kwaliteit, de maat, eigenlijk echt met alles te maken. Dus ja, dat is de maat ook? Ja, soms wel.
Wat dan? Nou, XS verkoopt niet zo goed. En het ligt er dan heel erg aan, je hebt bijvoorbeeld wat ouderwetse rokken, maar XS, ja, dat zie je, dat wordt gewoon niet verkocht. Maar laat XXL bijvoorbeeld wel. Qua ouderwetse rokken, ja dus dat ligt, jonge meiden, ja, met XS. Met elk kledingstuk heeft het gewoon met, ja, misschien wel 10 dingen te maken. Ja, 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 oké. Of thuis, of een naadje los. Maar ja, bij een duurmerk mag er wel een naadje los zitten, bij een goedkoopmerk mag dat niet. Nee. Heel veel dingen op te letten. Heel veel dingen op te letten. Ja, en bij heel veel prima winkels moet je naast van een kast opkrijgen. Ja, kan ook verschillen voor werk en tijd en dagen. Maar ja, wij vinden het toch een soort van persoonlijker of zo. En we halen er gewoon meer uit om het werk te doen. Ja. Ja. Dus elk item gaat gewoon zoveel vaker door jullie handen heen hier. Ja, vijf keer. 1, 2, 3, 4, 5 keer. 5 keer, ja. Dus dit komt dan hier te hangen. En dan hebben we ook nog de t-shirts eerst. Daarna blouses, daarna truien, dat het zeg maar steeds dikker wordt. Oh ja, 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 ja. Dus, lange maat. M&M t-shirt. Zo, chill. Zullen wij een mand pakken? Ja. En doen waar we goed in zijn? Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Nou, tot zo weer. Oh ja, en ik had dus net gevraagd over die nieuw binnenbakken, zeg maar. Maar soms komt er zo'n kar naar binnen. En dan wordt die een beetje weggelegd. Maar er wordt ook al van die kar afgepakt, zeg maar. Dus ze hebben dat niet per se, omdat ze dat dus niet nodig hebben. Nou, prima. Gaan we er allebei één doen? Ja, we beginnen met één. Ja. Ik heb ook nog dat Nike rokje nog achter liggen. Oh ja, dat moet niet vergeten. Nee, zeker niet. Oké, waar wil je beginnen? Ik ben echt benieuwd naar vintage, naar merken, naar mannen. Ik wil graag even bij de pakken van de mannen kijken. Leuk. Blazers. Gaan we daar even beginnen. Wat vindt lange rokken. We gaan bij de mannen beginnen. Ja. Ja. Eerste broek voor Lara zit er al in. Kijk, is dit een soort van linnenachtige broek? Ik denk alleen deze. Kijken. Hij oogt wel kort. Ja, ik denk het wel. Maar hou eens voor je dan. Ja, die is te kort. Ja, Ella's. Kijk, een... Oh nee, ik dacht even dat dit een mooie witte blouse was. Maar die zakken, dat is jouw... Dit is mijn ik. Nachtmerrie. Dit zou goed zijn, maar nee, als hij niet lelijk was. Als hij niet lelijk was? Ja, ik kan niet tegen zakken op blouse. Nee. Een 34-34. Ik weet niet of ik het pas, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Leuke riem, ja. En hier is dus zeg maar het beetje leuke jonge honkie. Dus ik ben 30, maar ik ga wel kijken. Van die cutie topjes en zo. Oh. Ik vind dit wel leuk voor de zomer, het is veel te klein. Ja, hij oogt heel klein. Gaat 40, nou. You can try. Spannend. Ik ben ook echt heel erg benieuwd naar dat vintage gedeelte. Deze vind ik best leuk. Een leuk dingetje. Ja. En ook leuk om aan deze kant voor te dragen. Dus ik ga hem even passen. Goeie lengte. Kijk eens aan. En ik dacht dat dit wat was, maar helaas is het niet iets. Deze gaat weer terug. Wat is groen ook weer? Is dat L? Ja, L. Oeh, what's that? Dit lijkt wel echt een heel lekker basisdingetje. Ja, hij ziet er ook wel luxe uit. Dus ze hebben hem ook wel goed geprijsd, moet ik zeggen. Maar ik zou hem wat strakker willen. Dus deze hangt terug. Maar hij ziet er wel heel goed uit. Wat kost hij dan? 8,50 deze. Ja, is aan de prijs. Kaarsje, potje, weet ik niet. Ja, we zijn nu dus op het vintage gedeelte. Oeh, er zijn nog jassen. Misschien zit daar iets voor jou tussen. Oh, de IKEA-lamp. Die is zo cute. Oh, wat leuk. Even kijken. Nee. Ellas. Oh, ze zijn helemaal donker. We keken hier, maar er zat niks tussen. Maar even, niet dat ik hem had gepast, maar die Nike-jurk. Oh, ze ziet wat. Fruit of zo? Ja. Ja. Oh, met citroenen. Ja. Deze is leuk. Ik vind hem leuk. Hoeveel is die? Oh, om op te hangen. 4,50. Nou, nice. Maar even, die Nike jurk is dus weg. Oh. Ik had hem volgens mij ook helemaal niet gepast. Zeg maar, kunnen zeg maar, hij zou niet passen. Zo, prima. Ja. Maar wel grappig dat hij weg is. Dit vinden mensen ook weer helemaal hot, hè? Ja, bijzonder. Salomon. Ja, van die werkschoenen. Nou, dit is de man tot nu toe. Best wel veel broeken. En nu gaan we eventjes wachten, want ze hebben hier 3 paskamers. Dus we kunnen zo passen. Jippie. Nou, Lara is zo ziet passen. Oh, andere kant.
Heel kort. Ja, die is te kort. En ook pikkie. Nee. Ik ben even begonnen met het mango topje, zoals die eigenlijk hoort. En ik vind hem qua maat heel erg goed. Het is een emmetje. En ik ga hem nu even andersom draaien, kijken hoe dat staat. Want ik hoop dat dat heel leuk is. Ja, het is een beetje lastig doorheen kijken omdat het label er zit. Maar ik ook. Nou, toppie. Ik vind het leuk. Zie je mij al buiten padellen? Wat heel relaxed. Leuk toch? Ik vind hem heel leuk. Ja. Zo chill ook. Nou. Ik had nog, en ik had hem niet gefilmd in de winkel, maar het is een beetje een linnenachtig H&M broekje. Maar het is een XXL, maar ik vind hem vrij strak zitten. En ik dacht dat hij lekker lang was, maar ik vind hem vrij kort. Ik krijg maar een spiegel buiten het hokje. Ja, ik vind deze dus een beetje kort. Ja, kijk, hij is wel leuk, maar je hebt wel leuk. Ja. Maar wel grappig, want dit moet een XXL voorstellen. XXL? XXL. Nou, die basic jeans gaat niet dicht. Dus ik heb alles gepast wat ik moest passen, of wat ik wou passen. En nu gaan we eventjes lekker lunchen. En daar ben ik echt super benieuwd naar, want het ruikt daar iedere keer zo lekker. Dus even kijken. Nou. En alles is hier dus vega. Dus dit is een broodje hamburger. Die is dus vega. Dit is de nieuwe tosti met spinazie en cheddar en van alles. Dit is de soep van de week of maand of dag. Weet ik even niet. En ik had dus een broodje dip. Ze hebben ook een plankje met dip. Maar ik heb gewoon hierbij wat gekregen en zo. Echt heel erg benieuwd naar. Leuk ook gepresenteerd. Oh, een bananenblad. Ja. Ja. Heel leuk. Ja, nou. Het is best wel een drukheid in het restaurant, dus ik heb het helemaal niet echt gefilmd. Maar, toppie. Toch? Heel lekker. Ja. Ik ga zo meteen nog eventjes bij tassen en schoenen, heb ik niet gekeken. Ik weet niet of je er wil kijken. Maar even bij Kleingoed kijken. En dan zijn we weer ondertussen. Schrik niet. 5 uur. Nee. Ja. Ja. Ja, we moeten hier weg. We moeten hier weg. Het duurt te lang. Nou, we zijn even hier nu aan het kijken. We waren het ook even gaan scannen op de schoenenafdeling en zo. Maar daar hadden we niet iets gevonden. Ze hebben hier best veel zilver. En ik ben benieuwd of we iets gaan vinden. Maar wat zoek jij precies? Ja, ik wil gewoon die van jou hebben eigenlijk. Nou. Ik vind alleen dit twee. Mooi. 1,50. Van het Hema. Van de Hema. Oh. Jongens, volg mij op Instagram, @mevandepijl. En deze Carrefour wil ik. Oh. Ja, ik vind die ook wel leuk, maar ik vind dit qua zilver leuker, toch? Op de weg hiervan. Deze zou heel goed staan bij mijn andere twee. Nou, neem het mee. Dat is een beetje zo'n soort... vormpje, dingetje. Ja. Nou, jij blij. Maar ik denk dat ik deze meeneem. Ik word er wel vrolijk van. Oh, dit is ook cute. Aardbeidjes. Oh, dit is een suikerpotje volgens mij. Maar dit is een tomaatje. Oh, tomaatje. Heel lief. Maar ja, wat doe ik ermee? Heel schattig. Oh, dat heeft ook wat. Echt mooi. Wat zit er hier nog? Nee, we zijn klaar. Ja. Oké. Het was superleuk. Het was heel erg leuk. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Leuke meiden. Hele leuke mensen. Ja. Tijd vloog voorbij. Ja. En ook gewoon leuk om een keer vanaf de backdoor te zien. Gaat toch echt wel heel... Wat is er? De backdoor? Dat is de anus. Ja, dat is ook de achterkant. De achterdeur. Gewoon de achterkant van heel zo'n organisatie te kunnen zien. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, is goed. Sorry. Ja, we hebben veel haar gedaan. Ja, we zijn een beetje stoffig geworden. Wat natuurlijk. Komt hier veel stof uit, zeg? Poh, ja, dat is allemaal uit die... Uit die tassen. Ja, dat was wel een dottie soms hoor. Ja, oprecht. Het is wel echt heel erg leuk ook natuurlijk dat ze zo'n vintage dingetje hebben. Ze hebben echt eigenlijk alles geordend. Echt super nice. Dus ik vond dat echt heel erg leuk. Hele leuke aardige mensen, goed personeel. Mooie spullen. Ja,
je ziet dat er echt kwalitatief goede spullen hangen. Maar dat zie je ook wel weer terug in de prijs. Ik vond het qua kleding echt wel heel prijzig. Sommige wel echt hoog ook nog, ja. Sommige dingen waren inderdaad goed geprijsd. Dat shirtje van jou was 2 euro en zo. Ja, inderdaad, hier bij de kleding zal je niet een kledingstuk vinden met een gat of ja, dingen. Ja, dat is wel zo. Het gaat echt door 5 handen, dus het valt heus te verklaren, topspullen. En het ging snel. Ja, wij hadden gewoon een aantal dingen gezien en nou, die waren weg. Schoenen weg, dit allemaal weg. Nu voel ik me net die moeder van Jan Smit. Theedoeken weg, gas weg, telen weg. Ja. Maar, dat zei ze ook al van tevoren, van dat het de omloop heel snel gaat. Ja, en toen dacht ik, valt al mee toch? Ja, maar dat is echt. Echt heel snel. Ja. Ja. Dus ben jij of ken jij een kringloop waarvan je zegt, kom kijk. Of ben jij een kringloop? En wees een beetje moe. Maar nee, dat zou ik echt leuk vinden om vaker te doen. Als jullie het ook leuk vinden, dan kunnen we misschien, als het me lukt om mensen te contacten van een kringloop, een soort van serie van maken. Dan kunnen we allemaal vraagjes stellen aan mensen en zo. Ja, gaan we heel het land door. Oh mijn god. Raad. Wat ik dus heb gekocht. Ja. Wat we dus hebben gekocht. Jij hebt die pantalon. Ik heb hem volgens mij niet helemaal gefilmd. Maar een mooie pantalon zit heel goed. Simpele pantalon. Lengte. Ja, want ze zat broekennood. Dus ze heeft een mooie pantalon. Ik heb dus dat gestreepte shirtje van de Mango gekocht. Ja. Dat rokje van Nike. Ja. En ik heb een kandelaar. Heb ik die al laten zien, jongens? Dat weet ik niet meer. In de silver era. Ja. Deze heb ik gekocht. En mocht je tot hier zijn gekomen, laat dan even het woord Twello achter. Want had jij eerder van Twello gehoord? Wie kent het niet? Ik niet. Nou, en in deze kringloop waren dus die 2 dames die een tas hadden gestolen. En we hebben dus gecheckt, het waren niet dezelfde dames als mijn tas. Ja. Dus Twello, bedankt. Doeg! Dag. Dag.